Welkom bij 42 Actueel met deze week de volgende onderwerpen. De gemeente Drimmelen wil op zaterdag 17 september samen met de rest van de wereld de straat op gaan om de buurt zwerfafval vrij te maken tijdens de World Cleanup Day. Iedereen die een steentje bij wil dragen kan tijdens deze opschoondag in actie komen. Wilt u ook in actie komen en bijdragen aan een zwerfafvalvrije buurt? De gemeente zorgt voor de benodigdheden en opschoonmaterialen en haalt de volle afvalzakken met zwerfafval weer op. Zo kan iedereen zorgeloos aan de slag. Aanmelden kan tot en met 5 september via de website van onze gemeente onder de zoekterm Cleanup. Op 12 mei is het bestemmingsplan Verlengde Elzakker behandeld door de gemeenteraad. Helaas is er een fout ontdekt in de regels van het bestemmingsplan over de rug-aan-rug woningen. Die fout is van invloed op latere vergunningverlening. Er is daarom een aanvulling op het huidige raadsbesluit nodig. De gemeenteraad moet het bestemmingsplan opnieuw vaststellen. De gemeente verwacht dat op 29 september de gemeenteraad opnieuw besluit over het bestemmingsplan, zodat daarna de ruimtelijke procedure verder doorlopen kan worden. Te zijnde tijd volgt bekendmaking van het besluit en de ter inzagelegging ten behoeve van beroep op het bestemmingsplan. De aanbieders van huishoudelijke ondersteuning, begeleiding en deeltaxi in onze gemeente hebben helaas steeds meer moeite om personeel te vinden. Zowel de dienstverleners als de medewerkers van het sociaal loket doen er alles aan om u zo snel mogelijk de benodigde hulp te bieden. Maar het kan helaas nu soms toch langer duren voordat de ondersteuning start bij nieuwe cliënten. Ook kan het voorkomen dat het personeelstekort invloed heeft op de dienstverlening aan bestaande cliënten. Heeft u hier nog vragen over of heeft u ondersteuning nodig? Neem dan altijd nog steeds gewoon contact op met het sociaal loket van de gemeente Drimmelen. De Biesbos Challenge, die 10 september zou plaatsvinden, gaat niet door. Door de schaarste op de markt kunnen een aantal obstakels niet geleverd worden of gemaakt. De organisatie was daarom van mening dat ze de kwaliteit niet konden waarborgen en hebben besloten de challenge te verplaatsen naar 3 juni 2023. Op 9, 10 en 11 september vindt het Zwaluws Zomerfestijn eindelijk weer plaats. Dit Zwaluwse dorpsfeest staat heel het weekend in het teken van sport, spel en feest voor jong en oud. Het wordt weer een spektakel. Het programma kunt u vinden op de website van Zwaluws Zomerfestijn en op de social media. In het kader van de Wereld Alzheimerdag organiseert het Alzheimer Café Drimmelen op vrijdag 16 september aanstaande een gezellige middag voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. U bent van harte welkom van 2 uur tot 4 uur in de kapelzaal van de seniorenpartner De Wijngaard te Made. Aanmelding is niet nodig en de entree is gratis. Op 18 september vindt de Oude Weideloop plaats in Wagenberg. De Oude Weideloop is naast een sportief evenement ook een gezellig evenement met muziek langs de route en op het Van den Elzenplein. Op het Van den Elzenplein wordt een tent geplaatst. In de tent staat een DJ die voor een gezellige dag gaat zorgen tot 8 uur. Daarnaast wordt er tv-schermen geplaatst zodat de bezoekers in de tent de wedstrijden live kunnen volgen. Er is ook vertier voor de jeugd. Inschrijven is mogelijk via de website van de Oude Weideloop. Van Kunstweekend Gemeente Drimmelen is onlangs een stichting Kunstweekend Gemeente Drimmelen gemaakt. Dankzij een schenking uit de nalatenschap van de helaas overleden Marijke Schelleman. Dit is notarieel vastgelegd en ze zijn helemaal in een nieuw jasje begonnen. De data voor dit jaar zijn zaterdag 24 en zondag 25 september van 1 tot 7 uur. Op zaterdag 24 september wordt de opening verzorgd door de zus van Marijke en haar kleindochter om 1 uur. Er zijn 36 kunstenaars die exposeren. Dit weekend vindt plaats in de Amerhal in Made. Dit was weer 42 Actueel. Na deze uitzending staan een aantal andere leuke onderwerpen voor u klaar. Kijkt u ook eens op de social media van Omroep Drimmelen. En graag weer tot volgende week.